Ik ben Amber en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga vandaag 10 geheimen verklappen waarmee je een gezondere leefstijl kunt aannemen en hoe je dat op een makkelijkere manier kan doen. Het zijn 10 gezonde food hacks uit de supermarkt en daarom is het gewoon super toegankelijk voor iedereen. Mocht je deze video nou leuk vinden, vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te doen en te abonneren zodat je geen nieuwe video van mij mist. Allereerste geheim wat ik met jullie ga delen is dit. Een geraspte peen. Peen julienne heet het. Het zijn eigenlijk kleine sliertjes. Het zijn sliertjeswortel. Wat ik heel fijn vind is om dit door mijn havermout heen te doen. Dus heb ik extra volume voor heel weinig calorieën. En heb je dus een super groot bord met ontbijt in plaats van een wat kleiner bordje. Wat vooral als je het afvallen bent natuurlijk heel fijn is. Iets wat ook super veel volume geeft voor weinig calorieën is deze gepofte durum. Je hebt hier heel veel verschillende soorten van, maar ik vind deze vooral heel erg lekker. En wat ik vooral heel chill vind is om dit of op mijn kwark te doen, of bij wat melk te doen, dat je dit als een soort van granola gebruikt. Je kunt zo'n grote bak eten en er zit bijna niks in. Het is echt fantastisch. Dus ik vind dit heel erg lekker om tussendoor te eten. Maar die heb je dus in verschillende soorten. Wat ik ook onwijs chill vind, is deze barista oat. Als je zelf cappuccino wilt maken, heb je daar van die cappuccino melk voor. En die schuimt super goed op, maar hij is ook heel erg vet. Wat hier dus heel fijn aan is, is dat hij en laag in calorieën is, en hij schuimt heel goed op. En hij is vegan. Deze vind ik echt super fijn om cappuccino mee te maken. En hij is gewoon echt super lekker. En was ik zelf ook al heel zoet. Een andere hack die een vriendinnetje van mij ooit verteld heeft, maar die ik eigenlijk nog nooit ergens had gezien, is om een van deze te pakken. Van die salademix kruiden. Je hebt daar verschillende smaken van. Dus gewoon pakken welke je lekker vindt. En normaal gesproken maak je dit dus met mayonaise. In plaats van mayonaise kun je ook gewoon yoghurt of kwark gebruiken. En heb je gewoon een gezonde dressing of een dipje. Waar dus echt bijna niks in zit. En wat gewoon super lekker is om te pakken. Wat ook een van mijn favoriete voedingsmiddelen is. Pindakaas. Hierbij heb ik altijd de 100% pindakaas. Daarbij zitten er niet allemaal vetten en suikers en dingen toegevoegd. Maar heb je gewoon de real deal. Dus dit is puur pinda's en niks meer dan dat. Deze heb je van alle merken. Maakt niet uit welke je hebt eigenlijk. Er zit ook een heel klein beetje verschil in de manier hoe het is klaargemaakt ofzo. Maar ik vind ze eigenlijk allemaal gewoon lekker. Maar ik heb eigenlijk altijd gewoon deze. Wat ik überhaupt ook heel lekker vind is om cherry tomaatjes te eten. Normaal gesproken heb je van die Tommy snoeptomaten en dat soort dingen. Maar dan betaal je in verhouding best wel veel geld. Terwijl deze echt gewoon meer dan de helft goedkoper zijn. En ik vind het allebei heel lekker. Die andere zijn net iets zoeter, maar ik vind deze dus ook super lekker. Wat ik ook lekker vind om op mijn kwark te doen of tussendoor te eten of op mijn havermout is fruit. Nou kan fruit soms best wel aantikken, lang niet altijd. Maar vooral als je net zoals ik heel veel verschillende wil doen, dan kan het best veel zijn. Wat ik dan vooral heel chill vind om te doen is blauwe bessen, frambozen of aardbeien te pakken. Deze waren toevallig allebei in de aanbieding. En dat scheelt gewoon superveel, want deze zijn eigenlijk gewoon voor 95% of zo bestaat het uit water. Dus er zit gewoon echt super weinig in. Dus hiervan kun je ook weer lekker veel volume eten. Heel chill. Je zou eventueel ook de diepvriesvariant kunnen pakken. Dat bespaart nog een beetje geld. En die heb ik in mijn andere food hack video. Dus ga je vooral even kijken als je dat nog niet gedaan hebt. Proef van toetjeshout tegen MelkUnie ook een oplossing bedacht. Je hebt hier namelijk een protein pudding. Hij heeft minder suiker dan een normale vla of zo. Het is niet hetzelfde als kwark. Kwark is wel een stukje puurder, zeg maar. Je zit nog wel wat meer dingen aan toegevoegd. Er zit 20 gram eiwit in per bakje. Dus dat is echt super veel. En ik vind hem ook echt heel erg lekker. Dan weet ik nog een hack voor het bakken. Je kunt best wel vaak de boter of de eieren vervangen door appelmoes. Er zit helemaal niks aan toegevoegd. Geen suikers, geen zoetstoffen. Het is eigenlijk puur appel. Staat hier ook bij. Appel met citroensapconcentraat en een antioxidant. Die pak ik regelmatig bij recepten erbij. Super handig, super fijn. Echt. En als allerlaatste kunnen we natuurlijk niet vergeten om eieren te gebruiken. Normaal gesproken heb ik altijd vrije uitloop-eieren. Om gewoon een beetje aan de natuur en de dierenwelzijn en zo te denken. Maar in verband met corona zijn vrije uitloop-eieren op dit moment niet aanwezig. Het is er niet. Dus dan heb ik scharreleieren. Ik heb wel altijd de large, want ik vind het gewoon fijn om grote eieren te hebben. Ik heb ooit een keer per ongeluk de large meegenomen. En sindsdien haal ik het eigenlijk altijd. Want ik vind het gewoon fijn. Vooral omdat ik vaak alleen maar het eiwit gebruik. Dus dan heb je ook daadwerkelijk veel eiwit. Anders is het echt maar een klein beetje. Eieren zijn bovendien een super goede bron van eiwitten. Het is een volledige eiwit. Dus er zitten meerdere soorten aminozuren bij elkaar. Wat echt top is. Waardoor je een heel goed gebalanceerde maaltijd kunt maken hiermee. Nou jongens, dat was helemaal weer. Let niet op mijn make-up hoofd trouwens. Ik heb een beetje een heftige huidreactie op corona. Ik heb mezelf even dicht geplombeerd en dan durf ik mezelf in ieder geval op internet te zetten, want het is echt een slagveld. Toch, hoop ik dat je deze video heel erg leuk vond. Vergeet vooral te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie volgende week woensdag om 9 uur.
Bye!